Mijn naam is Else en ik heb de afgelopen 4,5 jaar onderzoek gedaan in de onderzoeksgroep van Hans Klevers op het Utrecht Instituut. En daarbij heb ik gewerkt met organoïden. Organoïden zijn een soort mini-orgaantjes die groeien in een petrischaal. En je kan die structuren bijvoorbeeld groeien uit een stukje tumor van een patiënt. En organoïden groeien uit stamcellen. Stamcellen zijn eigenlijk in ons hele lichaam aanwezig en kunnen delen als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij herstel na schade of gewoon voor onderhoud. En doordat we steeds beter begrijpen wat deze cellen nodig hebben en welke signalen ze nodig hebben, kunnen we die nabootsen in het lab. En daardoor deze mini-orgaantjes nu ook in een petrischaal groeien. Het lukt ons om organoïden van steeds meer verschillende weefsels of organen te kunnen groeien. En tijdens mijn promotietraject heb ik gezocht naar de beste kweekcondities of recept zou je kunnen zeggen. Om ook die organoïden te kunnen groeien van de bekleding van de mond- en de keelholte. Om te onderzoeken of organoïden een goed model zijn, heb ik eerst gekeken of ze de mondholte wel goed nabootsten. En histologisch, dus als je door een microscoop kijkt, zien we dat de organoïden wel erg lijken op het weefsel waar ze vandaan komen. Ook heb ik laten zien dat we virussen kunnen gebruiken om organoïden te infecteren. En hierbij heb ik gebruik gemaakt van virussen die ook in het lichaam vaak de mondholte infecteren. Zoals bijvoorbeeld het herpesvirus dat een koortslip veroorzaakt. Ook uit het tumormateriaal van patiënten met hoofd-halskanker bleken organoïden goed te groeien. En vervolgens heb ik de tumororganoïden behandeld met chemotherapieën die ofwel nu al of misschien in de toekomst gebruikt worden om patiënten met hoofd-halskanker te behandelen. En we zagen dat die organoïden van verschillende patiënten heel erg verschillend reageerden eigenlijk op die behandeling in het lab. Dit biedt mogelijkheden omdat ongeveer 40% van de patiënten met hoofd-halskanker alsnog terugvalt na behandeling. Dus je kan je voorstellen dat een test die kan voorspellen of een patiënt gaat reageren op een zware chemotherapie zeer welkom is. Bij een klein aantal met bestraling behandelde patiënten hebben we al kunnen zien dat de organoïden in het lab dezelfde respons op therapie lieten zien als de patiënt zelf. In de toekomst gaan we deze vergelijking bij een grotere groep patiënten maken om te kijken of we zo de dokter kunnen helpen bij het kiezen van de juiste therapie voor de juiste patiënt. En dat concept wordt ook wel personalized medicine genoemd. En ik heb die mondholte organoïden ook gebruikt om een model te bouwen voor mucositis. Dat is een ontsteking van de mondholte. En dat is een heel veel voorkomende bijwerking van chemotherapie bij kinderen met leukemie. We kunnen organoïden uit nog veel meer verschillende organen groeien. En zo beschrijf ik in een ander hoofdstuk van mijn proefschrift een collectie of biobank, noemen we dat hier ook wel, van alvleesklierkankerorganoïden. En deze hebben we van 30 patiënten met alvleesklierkanker kunnen groeien. Vervolgens hebben we wel 76 verschillende medicijnen getest op de organoïden. En we zagen dat voor organoïden van eigenlijk elke individuele patiënt een ander medicijn het beste werkte om de tumorcellen dood te maken. En dat is een behoorlijk verontrustende gedachte als je bedenkt dat deze patiënten veelal dezelfde therapie krijgen in het ziekenhuis. Daarnaast heb ik ook nog ander onderzoek gedaan tijdens mijn promotietraject. Ze hebben CRISPR gebruikt, dat is een nieuwe techniek om DNA-veranderingen aan te brengen in cellen. En dit waren DNA-veranderingen die ook veel voorkomen in prostaatkanker. En ik heb deze aangebracht in gezonde cellen om zo te kijken hoe die veranderingen nou precies het gedrag van de cellen beïnvloeden. Al met al heb ik de afgelopen jaren geprobeerd te kijken hoe we organoïde technologie in kunnen zetten als fundamentele of translationele tool in het kankeronderzoek. Met andere woorden, hoe kunnen we die organoïden dichter naar de kliniek brengen zodat de patiënt er ook daadwerkelijk wat aan heeft. En ik hoop dat mijn werk, hoe groot of hoe klein ook, bijdraagt aan het beter begrijpen en in de toekomst misschien wel beter behandelen van patiënten met kanker.